welkom bij Koken bij Dre. Hebben jullie er weer zin in vandaag? We gaan vandaag weer een lekker soepje maken. En wel een pompoensoepje. Ga je mee handen wassen? Nee, ik heb geen zin in te zingen vandaag. Zo, hartstikke idee. Altijd wel. Wat hebben we nodig voor een soepje? Uiteraard heet water. Doen we zo direct lekker in de pan. We gaan een pompoensoepje maken. Dus ik heb hier een fles pompoen. Die gaan we even schillen en schoonmaken. Dan doen we een beetje knoflook in de soep. Een beetje gember. Breitjes heb ik stiekem al gesneden. Sorry. En een half uitje. Daar ga ik eventjes mee beginnen. Zo. Even snijden. Even in. En dan. Nou zie je hier ook nog zo'n grote emmer staan. Er zit groentebouillon in. Je kan natuurlijk ook gewoon thuis een bouillonblokje gebruiken. Dan is het meestal één bouillonblokje op een liter water. Ja, maar wel even checken. Want soms zijn er twee bouillonblokjes op een liter water. Ik zal je vertellen waarom ik begin met de ui. Want dan kan ik vast een pannetje op het vuur zetten. Heel zachtjes. En dan kan de ui al lekker glazig in worden terwijl ik de pompoen snijd. Zo. Ik zet hem zachtjes. Klein beetje boter in de pan. Gooi ik gelijk de uitjes bij. Kunnen die vast zachtjes fruiten. Gaan wij de pompoen snijden. Een pompoen. Daar halen we zijn kop en zijn kont vanaf. Dan staat hij iets stabieler als ik een platte onderkant heb. Ik denk dat ik het makkelijker vind om met een broodmes hem te gaan schillen. En hij hoeft echt niet heel dun geschild te worden. Want het is gewoon fijn als die buitenste dikke rand er gewoon helemaal af is. Sommige mensen die zeggen, waarom laat je dat schilletje er niet aan? Want dat kan op zich best meekoken. Maar ik vind het gewoon niet lekker. Ik hou niet van de structuur van dat schilletje. Zo, draai ik hem even om. Aan de onderkant zitten altijd een paar stukjes die je per ongeluk overgeslagen hebt. Nou, alle schillen in mijn schillenbakje. Snij ik hem even door de helft. Deze nog een keer door de helft. Moet je kijken. Er zitten allemaal haren in, zie je dat? En pitten. Als je nou heel geduldig bent, kan je al die pitjes eruit halen. Wassen. Goed afdrogen. In de oven. Op 180 graden, kwartiertje denk ik, 20 minuten. Dan heb je pompoenpitten, weet je wel. Dan moet je het schilletje eraf halen en kan je ze lekker opeten. Maar zoveel geduld hebben we vandaag niet. Dus met een lepel halen we alle haren en pitten eruit. Even ruzie maken met dat ding. En dan is die onthaard en ontpit. En gaan we hem gewoon in kleine stukjes snijden. Want hoe kleiner de stukjes, hoe sneller die gaar is. Dan gaan we ze gewoon in kleine stukjes snijden. Rinnen altijd weer in reepjes, in blokjes. En het hoeft echt niet netjes en ook niet op maat. Want straks gaan we de soep pureren en dan zie je niks meer van die zogenaamde prachtige blokjes. Als ze maar klein zijn en snel gaar worden. En we gaan een lekker soepje maken. Dus we stoppen de hele pompoen er gewoon in. Het is ook een leuk soepje voor de Pasen. Dan heb je een heel leuk oranje soepje. Pakken we een stukje gember, ongeveer een duim, en die schillen we, zo,
Heerlijk hoor, gember. Is ook heel goed voor je luchtwegen. Is gewoon hartstikke gezond. En in de pompoensoep, die combinatie is echt verrukkelijk. Zo, snijden we de plakjes van. Is ook helemaal niet belangrijk hoe dit eruit gaat zien. En snij het gewoon een beetje klein. Nou, gember, een beetje knof en wat paprika. En straks kokosmelk. Ik neem het hele handeltje mee naar mijn warmtebron. Nou, hier is mijn uitje lekker bezig om een beetje glazig te worden. Omdat ik er nou bij blijf staan, zet ik hem op een pit die veel heter is. Dat doe ik niet als ik er niet bij ben, want dan kan het ook verbranden. Dan doen we er lekker wat prei bij. Een beetje knoflook. En dan doe ik lekker de gember erbij. En de pompoenblokjes. Dat pruttelt lekker, hè? Dus ik zet mijn pompoenblokjes lekker aan. Die laat ik even fruiten. Samen met de ui en met de knoflook en met de prei en met de gember. En als ik dan merk dat ze een klein beetje zachter worden, dan doe ik er 2 liter gekookt water bij. Want 1 zo'n fles pompoen is genoeg voor 2 liter. Tada! 2 liter gekookt water. Zo, daar gaat het. 2 keer een litertje gekookt water bij. Zo. Pak ik even de bouillonpoeder. Dus 1 blokje bouillon is meestal genoeg voor een liter. Check het even goed thuis. Hier is het zo. 20 gram poeder is genoeg voor een liter. Dus ik moet ongeveer 40 gram poeder erin doen. Nou verwachten ze van mij dat ik heel goed kan gokken. Dus ik denk dat dit 40 gram is en dat doe ik er lekker in. Even doorroeren en dan gaan we het even lekker laten koken. Zo, ik vind hem helemaal goed. Hij is lekker glad. Zo. Stekker eruit. Gaan we eens een lekker kommetje pompoensoep inschenken. Kijk eens, het is een paaskleurtje. Dus met Pasen pompoensoep. Hartstikke lekker.